Deze nieuwsuitzending die betreft de liegende priester. En dan heb ik het specifiek over de eerste die ik besproken heb. Je kan er nog veel meer vinden hoor. En dit gaat over vader Mike Schmitz. Zijn Duitse naam. Duitse naam? Ik ben niet zo goed in Duits. In die video's ben ik niet genadevol naar zijn woord. Ik probeer hem af te maken. En in deze video wil ik jullie vertellen waarom ik dat recht heb. Het recht om over vader Mike Schmitz te lopen zeiken zoals hij over de Bijbel zeikt. Dat kan je doen door erbij stil te staan hoe hij erover zeikt. Je kan het ook doen door erbij stil te staan wat de Bijbel inhoudt. Want iedereen verwart christelijkheid met de katholieke kerk. Dat is net zoiets als mayonaise en spa rood. Mayonaise is niet veganistisch en spa rood wel. Of spa blauw. De Bijbel vertelt het verhaal dat de oorzaak van ons bestaan voorstelbaar is als wij ons houden aan de wet. En dat moet je betrachten, dus proberen om je aan die wet te houden. En die wet staat in de Bijbel en het belangrijkste stukje daarvan, dat heet Exodus 20. En daarin staan de 10 geboden. Daarmee begin je. Onvoorwaardelijk. Dus gij zult niet stelen. En vader Mike Schmitz, die heeft nog geen dag van zijn leven gewerkt, heeft alleen maar lopen ouwe hoeren op een podium in een dure jurk. En zo te zien is zijn tandartsverzekering beter dan die van mij. En ben ik daar niet jaloers op, want ik ben niet jaloers. Hè? God is degene die jaloers is. Ik begeer niks. Ik vind het al lang best dat ik nog steeds in leven ben. En blijf voorlopig. Want ik denk dat ik morgen ook nog leef. De Bijbel is een bijzonder boek. En ik snap heel goed dat er dan een bevolkingsgroep is die zegt, ja, wij gaan die Bijbel wel even runnen. En trouwens, ja, we zijn zelf van Babylon. Je weet wel wat in het boek Daniël staat, maar dat maakt niet uit, daar doen we niet moeilijk over. Maar wij nemen de boel over. Heel goed begrepen. Oh, dan gaat nu even een belletje. 1 seconde, ik doe even ophangen. Nou, dat intermezzo, dat stemde, dat ging nergens over. Dat was een pizza-bezorger. Of broodjes shawarma, of wat zat er in dat plastic tasje? Zo'n jongen in een oranje jack. En die dacht dat ik op nummer 33 woonde. Ja, dat denken wel meer mensen. Maar ik woon op 3-3. Dat lijkt op 33, maar het is het niet. Hij bedankte me nog toen ik hem even de kant op wees, van daar moet je zijn. Want daar is nummer 33. Die hebben nog wel meer post gekregen van mij. Behalve pizza-bezorgers. Want ik bestel nooit pizza. Ik ga liever langs bij zo iemand en ik zeg, mag ik een pizza? En dan afdingen. Dat is mijn nieuwe hobby. Kijk op die prijslijst en zeg ik, ja, ik wil een pizza fungi. Met knoflooksaus en extra peper. En dan zegt zo'n vent, ja, dat is dan €5. Ik zeg, ja, je begrijpt me niet. Ik wil een pizza fungi. En met knoflook. En extra en peper. Ja? En ik betaal €4,50. En dan kijkt zo'n man mij heel vuil aan. En die zegt, oké, ja, natuurlijk, homo. Ik wil gewoon een pizza van €4,50. Die is toch al te duur, dus wat maakt het jou uit?
Ja, dat was even het intermezzo. Maar vader Mike Smeets, die zijn organisatie waar hij zo'n fijne jurk van heeft en zo'n mooie tandartsverzekering, die liggen met de Bijbel in de hand. Die hebben het over een heilige drie-eenheid bijvoorbeeld. Die hebben het over elke zondag naar de mis. Die hebben het over knielen voor een beeld. En die hebben het, nou schiet me nog bijna toch een vloek te binnen, zeg. Maar het allerergste, de moeder van God. En dat staat niet in de Bijbel. In de beginne was er een moeder en die kreeg een kind. En dat kind van haar, dat was dus God. En die heeft de tijd aangezet en toen heeft hij de hemel en de aarde geschapen. Nee, dat staat er niet. En vader Mike Smeets, die heeft daarvoor te verantwoorden. Zichzelf of het feit dat hij als een of andere ezel lid geworden is van een organisatie die het oudste boek der mensheid, oftewel het woord van God, gebruikt om geld, heel veel geld, de grote gebouwen en dan allemaal mensen naar ons toe en die moeten dan allemaal aan ons gaan vertellen wat ze gezondigd hebben. Oh, wat heb je dan gedaan? Ja, dit is de biechten. Het is heel belangrijk dat je biecht. Nee. Dat staat in de Bijbel niet. Jezus heeft niet gezegd, gij zult biechten. Dat lult die man uit zijn witte boordje. Want dan kan hij lekker geld mee verdienen. In de Bijbel staat dat Christus Jezus voor onze zonde gestorven is aan het kruis. En daar staat niet in het boek Johannes, het laatste boek. Maar nou, beste mensen, je hebt nu dit hele boek gelezen. En het is nu het einde van het boek, dus het einde der tijden. En ik zal ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk geld verdient aan de woorden van Christus Jezus. Ik zou willen dat je echt een heel groot gebouwennetwerk gaat maken. En dat je Amerika overneemt. Dat je alle Nederlanders bedriegt. Dat je die Duitsers vermoordt. Ja, maak ze af, man. Want dat heeft de katholieke kerk gedaan. Dat heeft die organisatie van vader Mike Smeets gedaan. Laat ik nou niet boos worden, want al die Duitsers zijn toch al dood. We maken het uit dat je daar achteraf nog over gaat lopen zeuren. Om er maar te zwijgen over die Vietnamezen die zijn organisatie heeft omgelegd. De lul van een vent dat hij lid wordt van zijn organisatie waarvan hij weet. Hij weet dat. Dan maak je mij niet wijs dat hij dat niet weet. Hij weet het. En dan zal hij zeggen, ja, maar het is allemaal one big happy smile. Want wij zijn van de katholieke kerk en we bedoelen het goed hoor. 500 miljoen doden, we maken het uit. Even over wat in de Bijbel staat. Daarin wordt gesproken van God. En met name het Oude Testament, en eigenlijk alleen maar het Oude Testament, spreekt van verschrikkelijke toestanden. Vooral Numeri 31, vers 17 tot en met 18, waar de hele goede gemeente, die voor de rest nog nooit een pagina uit de Bijbel heeft gelezen, maar ze lezen alleen die twee versen en ze zeggen braak. En waarom eigenlijk? Nou, vanwege vader Mike Smeets. Die daar een beetje poen aan loopt te verdienen. En de rest van de mensen die denken van ja, die protestanten vind ik ook maar saai. Nou, misschien zijn de protestanten ook wel saai, want ze bestaan tegenwoordig helemaal niet meer. Hè? Je hebt die fijne boeken gehad van, wat is het ook weer, die homo, die sodomiet. Weet je nou, De Avonden. Gerard Reven. Heb je ook nog zo'n fijne vent gehad? Die heette Maarten het Hart. En allemaal zeik over het protestantisme. En niemand heeft het over de Bijbel. Je moet het over de Bijbel hebben. Vader Mike Smeets, die moet wat mij betreft per morgen zijn jurk uitdoen.
Gewoon een fris t-shirt aan, voor mij pad met zweetvlekken. En dan zat hij echt helemaal wild. Maakt me niet uit. In een normaal pakje. Hij neemt zijn Bijbel in zijn hand en hij gaat Numeri 31, vers 17 en 18 voorlezen en uitleggen wat daar staat. Namelijk dat er mensen zijn die zijn zo verdorven. Weg ermee. Die mensen overtreden de 10 geboden. Weg met die mensen. Allemaal afmaken. Dat zei Mozes toen. En Mozes zei, ik heb dit gehoord van God en ik ben jullie leider. Ik heb jullie weggeleid uit de slavernij. Ik hoop dat ik niet te snel praat. Mozes zei, ik ben jullie leider, want ik heb jullie weggeleid uit slavernij. En je luistert maar een keer naar mij. En hier zijn 10 geboden. Nou, hoe moeilijk kan dat zijn? Of op z'n Spaans, how hard can it be? Het zijn 10 geboden. En vader Mike Smeets, die doet heel erg lollig over, het is het, ik pak hem er even bij. Was het nou het 5e gebod? Ik moet hem hier nog in mijn tekstverwerker hebben staan. En de vorige keer kon ik hem heel snel vinden. Maak geen donder uit. Wacht maar eventjes. Volgens mij was het 5e gebod, hoor. Mijn computer is een beetje langzamer, want hij is aan het uploaden. 10. Geboden. Ik kan geen internet hebben momenteel. Je moet het helemaal lokaal doen. Internet is helemaal een drama. Met dat uploaden dan natuurlijk. Nou, dit werkt dus niet. Dat is ook niet zo erg. Dan gaan die dus uit. Kom op. Zoeken. En in ieder geval, daar staat geen seks buiten het huwelijk. Dus zegt de Bijbel iets over mannen die met een man in bed gaan liggen en dan lichamelijk dingen gaan doen? Ja, daar zegt de Bijbel wat over. Namelijk, dat slaat nergens op. Het heeft geen enkele zin. Dat is gaan voor je lust. Koop een plastic pop. En doe het daarmee. En verklaar jezelf tot debiel. Je hebt seks met een vrouw omdat je daar een kind van kan krijgen. En daarom wil je seks met een vrouw. En als je seks hebt met een vrouw, je hebt het 1 keer geprobeerd, 2 keer geprobeerd, 3 keer geprobeerd, en nog steeds geen kinderen, dat is jammer. En je bent getrouwd. Want je hebt het gedaan. Je bent getrouwd met het feit dat je seks hebt, ben je getrouwd met die vrouw. En je kan niet zeggen, ja, ik heb mijn penis gestopt in de anus van Gerard Hendricks en nu ben ik getrouwd met Gerard Hendricks. Nee! Waarom zou je je penis stoppen in de anus van een man? En vader Mike Smeets, die doet er lekker lollig over. Nou, die 10 geboden kan ik mooi niet vinden. Hoe kan dat nou weer? Is er hier iets fout gedaan? Ja, mijn Mac is heel langzaam. En hij zit op het internet te kijken. Ja, goed, jammer. Misschien dat ik hem zo kan vinden. Even vertellen het hoeveelste gebod het was. Hè? Het moet staan bij de 10. Oh ja, hij staat er. Oké, gelijk weer gevonden. Mooi zo. Dit gaat normaal gesproken ook heel snel, maar nu even niet. Dat ding is op het internet aan het dingen en dat is helemaal niet nodig, want die file die staat op mijn lokale harde schijf. Dus krijgen jullie onderwijl nog een beetje computerles? Oh ja, goed, dan maar niet. Dat was het 5e gebod. Geen seks buiten het huwelijk, punt. Niet fornicaten, geen adultery plegen, helemaal niks. Je gaat de Heere dienen.
En die dien je door, zoals Christus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de weg, comma, de waarheid en het leven. Punt. Dat is jouw taak als mens. En zo'n vent in een zwarte jurk, die dan, weet je... Oh, maar een beetje sodomie. Ja, want als je toch niet omgaat met sodomieten... Ja, wat ben je dan? Dan veroordeel je die mensen. Ja, inderdaad. Ja. Ik veroordeel sodomieten. Net zo goed dat ik negers veroordeel. Van een neger denk ik ook. Jeetje, die heeft een donkere huid. Dat is een oordeel. En een sodomiet die speelt met zijn eigen geluk. En ik ben ervaringsdeskundige, want ik heb ook niet heel veel, maar zo af en toe. Dat was denk ik wel vanuit een goed gevoel, dat ik dacht van nou oké, laat maar doen. En vervolgens dan heb je een scheiding. Dat was ook niet zo best. Daar heb ik voor moeten boeten. Ik had het nooit moeten doen. Ik had veel beter moeten kijken naar die vrouw. En niet moeten denken van, wauw, wat een intelligente borsten. Ik had seks met die vrouw moeten hebben om kinderen te krijgen. Dan was er niks aan de hand geweest. Ik heb het wel gedaan, voor de fun, recreatieve seks. Levensgevaarlijk, want als je daar nog een kind van krijgt, zo de knetter. Het is de dood aan je graf, man. Het is de verrotting in je grafkist. En dat staat in de Bijbel. En vader Mike Smith, die mag erbij stilstaan. En die zit sodomie dan een beetje te vergoeilijken. Van ja, ik... zei hij nou letterlijk, ik laat mijn baard knippen. Dus dat is ook een overtreding van de Bijbel. En ik mag dat ook. Dus hij zit niet alleen de 10 geboden af te zeiken, maar ook toch alles. En inderdaad, je moet je baard helemaal niet trimmen. Dan slaat het op. Moet je tegenwoordig dan ook al je schaamhaar gaan scheren? Moet je als vrouw je benen gaan scheren? Nee, natuurlijk niet. Je moet er gewoon net zo lelijk uitzien als dat je bent. Want God accepteert jou zoals jij bent. En God is degene... God is dus in die zin een persoon, een entiteit... die verantwoordelijk is voor het starten van de tijd. Want toen God aan de gang ging, toen begon de tijd. Dus toen God tot handelen kwam... om de hemel en de aarde te scheppen, toen begon de tijd. En als je me nu kwijt bent, ja, dan kijk op een nieuwsuitzending van mij over Genesis 1 vers 1. Probeer je YouTube-zoekmachine een beetje te bedienen. Of stuur mij een mail dat je zegt, nou, ik heb proberen te zoeken, maar ik kon niet vinden. Kan je een nieuwe uitzending maken over Genesis 1 vers 1? Want ik snap het volgens mij nog steeds een heel klein beetje niet. Nou, als je het een heel klein beetje niet besnapt, hè, begrijpt, dan snap je het niet. Het is toch zo duidelijk? De definitie van God. En mensen doen ontzettend domme dingen. En die denken dan van, oh jeetje, kreetje zeg. Ik heb zoveel stom gedaan. Nou, ik denk dat God mij niet meer accepteert. Nee, God niet, nee. Maar Christus wel. Ja, maar hoe kom ik dan met Christus in contact? Nou, begin eens een keer je Bijbel te lezen. Homo, op zijn Brabants gezegd. Dat had vader Mike Smits mogen doen. Tegen de mensen te zeggen, ik ben vader Mike Smits. Ik word vet betaald door de katholieke kuddekerk. Wij zijn van Babylon, je snapt het wel, die farao's, die slavendrijvers. Maar gaan jullie alsjeblieft de koning Jacobus Bijbel lezen uit 1611. Please. Dan had vader Mike Smits aan het einde van zijn leven nog ergens toe gediend. En zoals het er nu uitziet, blijft die man, die blijft lekker deze lulkoek vertellen.
en gebruik maken van de Bijbel, het woord van God, voor zijn eigen geldelijk gewin. En de rest. Want hij denkt dan, ja, ik heb alleen maar een zwarte jurk. Ja, wat denk je dat die rest van zijn collega's allemaal kosten? Weet je hoeveel vaders er zijn op deze wereld? Wat denk je dat een vader in de maand kost? En welke bijstandsmoeder die jij kent, gaat dat ophoesten? Schande over die man. En Christus Jezus heeft hiervoor. Christus Jezus heeft op laten schrijven in, volgens mij, in Matthäus. Dat dit eraan stond te komen. De antichrist. Dat Christus Jezus zich en zijn volgelingen, degene die hem snapte, dat Christus zei, kijk, ik ben niet materialistisch. Ik ben niet hier om het Oude Testament te weerleggen, maar om te vervullen. Ik zal jullie laten zien hoe dat in zijn werk gaat. En heel creatief heeft hij zichzelf laten kruisigen. Want dan heeft hij ook nog aan het kruis gezegd, God, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij maakte een standpunt. Hij maakte iets duidelijk aan God. Want iedereen loopt achter priesters aan, of achter New Age predikers, of over die mensen die zeggen, ik ben vegetariër. En dan moet je dan de hele tijd horen. Oh nee, nee, van mij geen, nee, nee. Oh, zit er vlees in? Oh nee, hoor, nee, nee, dat eet ik niet. Idolaterie. Leugenaars. Ik zeg het maar gewoon. Maar als je het mij niet met mij eens bent, dan moet je de hele Bijbel gaan weerleggen. En de Bijbel is wel een boek waaraan de laatste hand gelegd is in 1611 en waaraan begon te geschreven is in het 1400ste jaar voor onze jaartelling. En 1400 plus 1600 is volgens mij 3000. Je hebt het over een boek waar 3 millennia lang aan gewerkt is. En de consensus is er. Dat is de King James van 1611. En als iedereen die snapt, dan kunnen we later altijd nog gaan praten over wat er moet komen na het boek Openbaring. Maar dat is wel na de Armageddon. En dat is wel nadat Christus is wedergekeerd. En hij zal ook alweer doodgaan. Ik weet niet hoe dan. En trouwens over dat echtbreken. Dat was niet het 5e gebod, dat was het 7e gebod. Want het 9e gebod zegt, geen valse getuigenis tegen uw naaste. Dus bij deze. Het 7e gebod is, geen seks buiten het huwelijk. Punt. En vreemdgaan, dat heb ik nog nooit van mijn leven gedaan. Overigens. Maar ik heb wel seks gehad met vrouwen waarvan ik had kunnen weten dat ik daar nooit mee had kunnen trouwen. Ik had net zo goed mijn jonge heer in een prostituee kunnen stoppen. Wat ik ook nooit heb gedaan tegen betaling. En mensen die zich overgeven aan vleeselijke lusten, ja, het is niet mijn probleem. Het enige wat ik tegen die mensen kan zeggen, het levert je niks op. Je kan net zo goed gaan pingpongen. Sterker nog, je kan beter gaan pingpongen, want dan heb je nog een beetje een lekkere lichaamsbeweging. Of je gaat lange afstand zwemmen. Of de marathon lopen. Vissen op karpers. Heb je ook heel veel beweging. Of in de wintermaanden vissen op roofvis, want dat schijnt dan te mogen. Je gaat roeien in een boot. Met een paar kinderen aan boord.
En die kinderen wijzen of kijk eens daar, zit een zwanennest. En die kinderen zo, oh, zullen we gaan kijken? Dat jij zegt nee. Want als een zwaan op je afkomt, dan ben je de lul. De zwanen laten we met rust. Kijk, dat is nog een betere tijdsbesteding. Dan vrije seks, vrije liefde en we maken het uit. We zijn allemaal kinderen van God. Ja, dat zijn we helemaal niet. Er zijn zoveel mensen die zijn zich helemaal niet bewust van God. Die denken dat als ze naar vader Mike Smith luisteren. En ze gaan een kruisje slaan met een hand op een bepaalde manier. En dan de vingertjes. En dan moet je zeggen in naam van. En dan doe je op je voorhoofd God. En dan doe je aan je, bij je linkerkant waar je hart zit de zoon. En aan de rechterkant waar je hart niet zit, daar zeg je de Heilige Geest. Alsof dat het is. Alsof God houdt van idioten. Die naar het geoude hoer luisteren van Mike Smith. Dus dit even tussendoor. Dat jullie de taak hebben om je te houden aan dat wat er in de Bijbel staat. En als je dat niet begrijpt, dan kan je luisteren naar mij. Ik bespreek een aantal Bijbelteksten. Naar Jurk Liesman, die pakt er heel veel. Tom Fraes. First Amendment Radio. Amendment. Admentment. Admend met een D. Ment met een T. Admendment. First Amendment. .net. Of First Amendment Radio. Dan krijg je daar wel je uitleg. En ook mensen als Walter Veit kunnen je mooi vertellen wat er in de Bijbel staat. Richard Bennett. Wie ben ik vergeten? Dinges Daniels. Die mensen die vragen geen geld, die vertellen wat er in de Bijbel staat. Nou, schiet op. Ga zo snel mogelijk nu naar internet en ga je verdiepen in de Bijbel. Of beter nog, koop er zelf een. Of nog makkelijker, doe je met Google King James Bible. Dus King James Bible online.net. Even checken of dat klopt hoor. Dat is niet .com of zo. Ik heb hem zo omhoog. Oh, .org. Ja, sorry. Dus KingJamesBibleOnline.org. Op zijn Nederlands King James Bible Online.org. The Preserved and Living Word of God. Kijk, en dat je daar niet aan mee wil doen, dat je tegen mij zegt, ja Perry, maar de Bijbel, dat is een boek waarvan je zelf hebt gezegd, dat kan ik in mijn leven niet uitkrijgen, dus ik kijk liever naar Batman nummer 4. Want die kan ik tenminste, ja, die kijk ik 5 keer en dan snap ik hem. En dan wil ik Batman nummer 5. En zo'n boek als de King James Bible, ja, dat kan ik in mijn leven niet uitkrijgen, dus daar ga ik niet aan beginnen. Maar dat is dom. Dat is echt dom. En je hoeft van mij helemaal niet elke Bijbeltekst uit je hoofd te kennen. Als ik tegen jou begin over Hosea 7 vers 3 of zo. Ja, natuurlijk weet ik ook niet wat er staat. Daarvoor heb je de King James Online. Maar je moet begrijpen wat in essentie in de Bijbel staat. Daar gaat het om. Hey, hartstikke bedankie voor het luisteren. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag lievers. En ik heb de volgende klaarstaan over de liegende priester, by the way. En dat wordt nummer 7. En dan gaan we echt lachen. Nee, kom op. Ja? Het gaat allemaal goed. De waarheid is datgene wat naar boven komt. Staat niet in de Bijbel.
denk ik. Ik vind het zelf mooi klinken. Goedenavond.